meer een soort met verdomme, ik ben het zat dat de regering me elke keer in de maling neemt met het verhogen van de energietarieven. Terwijl ik niet duidelijk zie van waar die kosten dan uit ontstaan. Ik kan zelf mijn energie opwekken. Ik weet dat dat met zonnepanelen kan. Het gas wordt me te duur. En ik heb meteen de woningbouwvereniging ook daar waar ik ze hebben wil. Ik wil de GCV. Ik heb ook heel duidelijk op het formulier ingevuld met een dikke stift. Ik wil dit niet. En ik wist dat de woningbouwvereniging zelf ook bezig was met zonnepanelen op daken te gaan zetten. Dus ik denk, nou, misschien willen ze het bij mijn flat ook wel doen. Nee, zegt hij, dat zit helemaal niet in de planning voor het flat van jou. Ruud is niet een man die met nee genoegen neemt. En daarom ging hij de strijd om de zonnepanelen aan. Misschien de vanavond, dat gaat toch niet lukken. Eén voor één haalde hij de obstakels uit de weg. Ondanks dat installateurs niet met huurders, maar alleen met eigenaren in zee willen gaan, kreeg hij toch een offerte rond. En toen bleek dat hij, wederom als huurder, geen recht had op de energielening van de stad Amsterdam om de installatie te betalen, regelde hij 10.000 euro op een andere manier. Ik heb een persoonlijke lening genomen voor de tweede serie zonnepanelen, dat waren er 10. En voor de andere zonnepanelen had ik al een doorlooptekrediet aangesproken ervoor. En dat los je gewoon zo snel mogelijk in. En dat klinkt ook wel tijdrovend. Nee, ik heb alle tijd van de wereld. Ik werk niet. Ik ben sinds mijn 30ste arbeidsongeschikt. Dus dat komt gewoon omdat ik heel erg moeite heb met autoritaire mensen. Maar wat u gedaan heeft, lijkt me niet iets wat veel andere huurders ook allemaal gaan doen. Nee, maar de gemiddelde Nederlander plant wel zijn vakantie. Trekt dagen vooruit om allerlei stomme boekjes door te kijken. Toen ga ik ook, moet ik met de trein, moet ik met de... Doen al dat soort dingen wel. En als het een zonnepanelen is, dan wordt het opeens te moeilijk. We kunnen het dak niet eenvoudig op. Nee. Dus even wat foto's van hoe het er daarboven uitziet. Dit zijn 10 panelen en hier zijn ook nog eens 10 panelen. Maar het dak van dit wooncomplex ligt vol met zonnepanelen alleen voor jou. Ja. Ja, maar wacht, als de buren ook zonnepanelen willen, is daar geen ruimte meer voor. Nee, maar ga er maar vanuit dat het allemaal huurders zijn. En de meeste huurders zullen een korte periode in deze flats wonen. Vandaar dat het voor die mensen helemaal niet interessant is om zonnepanelen... Dus ik zit goed. Levert het hebben van die zonnepanelen het je geld op? Ja, dus 55 euro verdien ik. Wat vind je van de houding van de woningbouwcorporatie? Ze zouden veel actiever zelf zonnepanelen neer kunnen zetten. Alleen wat ze doen, en dat ergert me heel erg, ze zetten zonnepanelen op het dak. Ze brengen jou een flink end huurverhoging in rekening. En in feite verdien jij niks aan die zonnepanelen die zij erop zetten. Ik vind, zij spelen eigenlijk opeens een hulpenergiebedrijfje door zonnepanelen op het dak. Dat vind ik niet kloppen. Ik ben over 6 jaar klaar. Dan zijn ze terug alle kosten. Die 10.000 euro heb ik terugverdiend en heb ik geen kosten meer. Dit 7e jaar bij de woningbouwvereniging betaal je nog steeds voor die zonnepanelen. Ze worden er slapend rijk van. Dus ik snap niet dat ze het niet doen. En B, gun ik het ze gewoon niet. Verslaggever Lara Kors was dat in gesprek met huurder Ruud. En morgen bij Stichting Woon kijken ze met leden ogen hoe huurders soms nul op de cash krijgen van de woningcorporatie. De gemeente houdt nu algemene verhoorlijkingsavonden in de stad. Van ga duurzaam, klimaatakkoord, aardgasvrij. Daar willen een aantal mensen graag aan meedoen en snel. Maar dan blijkt dat de verhuurder toevallig denkt, ik ga eerst naar een andere wijk iets doen. De ene helft van Nederland coacht de andere helft. Dat is tenminste het clichébeeld waaruit het grote aantal coaches in Nederland naar voren komt. Wat zoeken mensen bij een coach? En hoe scheid je het kaf van het koren als je er eentje zoekt? Ik praat er zo over met Sterre van Leer, hoofdredacteur van Psychologie Magazine. Het is buitenspeeldag vandaag en de directeur van Jantje Beton is bezorgd over de jeugd van tegenwoordig. Volgens hem mogen kinderen steeds minder en moeten ze steeds meer. En Martijn, jij zoekt uit of dat waar is. Komt daar een eenduidig antwoord op? Daar zijn we druk mee bezig, want bijvoorbeeld van wie mogen ze minder en moeten ze meer dan? Dat soort vragen. Hè? Het is een leuke kwestie hoor. Zijn kinderen van nu minder vrij dan wij vroeger? Daar hebben we het over. Ik hoop echt een beetje de duidelijke taal te kunnen spreken zo tegen die. Ja, ook zijn tegen 3 uur inderdaad. Horen we dan of het waar is of niet. Eerst gaan we luisteren naar het NOS-journaal. NPO Radio 1. Driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu in de jeugdzorg hebben gezeten, hebben te maken gehad met lichamelijk, psychisch en seksueel geweld. Dat werd gepleegd door leiders en pleegouders, maar ook door andere kinderen. De kinderen werden onvoldoende beschermd. Dat kwam onder meer door gebrekkig toezicht van de overheid. En
Bij een oefening op een schietbaan in Amsterdam is een agent gewond geraakt. Hij was daar samen met collega's een schiettraining aan het doen toen het fout ging. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens de politie was het een ongeluk en de agent is niet in levensgevaar. Er hangt nog altijd een grimmige sfeer in Hongkong. De politie grijpt hard in bij een massaal protest tegen een omstreden uitleveringswet. Agenten die vuren traangasgranaten af en gebruiken waterkanonnen om de tienduizenden betogers uiteen te drijven. En Chris Froome is gevallen tijdens het verkennen van de tijdrit in de Dauphiné. Hij is op weg naar het ziekenhuis, meldt zijn wielerploeg op Twitter. Hij gaat ook niet meer van start in de tijdrit. Of de Tour van de viervoudige winnaar in gevaar komt, dat is nog niet duidelijk. Dit is mooi, hoe is het?